de kleinste werd ziek in de coronatijd. Ja, en ik raakte ook besmet met corona. Ik heb zeker 6 weken echt volledig op bed. Ik kon niet rechtop zitten. Ik viel flauw als ik naar het toilet moest. En ja, echt heel, heel erg ziek. Uitval in mijn armen, handen. 2 jaar later, hè? Ja. Long-covid. Long-covid. Wat betekent dat? Ja, langdurige klachten na een covid-besmetting. En ze noemen het ook wel post-covid. Ja, dus dat je langdurig allerlei klachten hebt. Wat het lichaam gewoon... ontregeld. Long covid en een heel lang weinig kunnen. Je bent ontzettend actief op social media, dat raakt mij enorm. En ik las deze week dat je een post plaatst op Instagram. Het is een week van de moed bij elkaar schrapen, een doorlopend proces van opstaan, vallen, doorgaan. Nou ja, doorgaan, vooral er doorheen gaan. Vertel eens. Ja, het is nu 20 maanden dat ik in deze long-covid-situatie zit. En het is elke dag weer dat vallen en opstaan. Vooral veel vallen. En de rust zoeken bij God. Hoe doe je dat? Ergens kan ik niet anders. Dus het is ook dagelijks een overgave aan dat wat nodig is. Die rust pakken. Ook omdat ik niet anders kan eigenlijk. Het lichaam... Dat laat het niet toe om iets anders te doen. En toch in zijn nabijheid zoeken. In de kleine dingen die je wel kan. Dus, maar hoe ziet een dag voor jou er dan uit? Je hebt een atelier boven in jullie huis waar je veel tekent. Je bent illustrator. Ja. Hoe ziet een dag eruit voor jou? Nou, mijn dagen nu zijn dat ik in de ochtend is mijn beste tijd. Mijn gouden uurtjes. Dan kan ik... 1, soms 2 uurtjes werken, maar vaak lukt het ook niet. Maar of ik teken iets voor mezelf en dat is ook echt de stille tijd met God. Zo wil ik dat ook lezen en schilderen en tekenen met iets wat mij bezighoudt, maar ook wat God me door alles heen zegt. En eigenlijk naar de lunch ben ik op en dan verdwijn ik mijn bed weer in. En dat is eigenlijk het dagelijkse... En 's avonds heb ik dan net weer een beetje energie om de kinderen mee naar bed te brengen. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ja. Ja. Nu ben jij nog helemaal niet zo lang christen. Volgens mij 7 of 8 jaar geleden gedoopt. Ja. Heb je wel eens gedacht, God, wat is dit? Nu ben ik in u gaan geloven en klap op klap, want je hebt meer meegemaakt. Mensen die Nederlands in dichtbij gekeken hebben, die weten ervan. Ja. Had je deze periode anders beleefd? Als je geen christen was? Oh, zeker. Wat zeker. Is het verschil? Ik heb nu een houvast. Want ik weet door de ervaring dus... Want hoe ik God heb leren kennen is juist in de allerdiepste en de donkerste periode van mijn leven. Daar heb ik God ontmoet en daar heb ik hem leren kennen. Dus eigenlijk donkerder dan dat kan het bijna niet worden. Dat was de tijd dat jouw oom als juwelier is doodgeschoten? Ja, bij de overval. En toen kende ik God niet, maar ik ben wel op zoek gegaan omdat ik hoopte dat er iets mooiers was dan de ellende waar ik in zat. Ja. Dus zo ben ik op zoek gegaan. Niet verwacht dat ik hem zou vinden, maar dat is toch gebeurd, ja. U geeft rust door alles heen, tenslotte. Hoe beleef jij dat? Ja, wat ik zeg, het is een dagelijkse... overgave, een keuze. Heer, u bent mijn rust. En dat is soms ook heel moeilijk, soms lukt het ook niet, maar elke keer weer teruggaan en een soort, ik zie het als een soort, wat ik nu in deze periode geleerd heb, is een soort voortborduren op de belofte die God, de beloftes die God doet. Hè. Ik heb ook naast mijn bed bij het raam een klein tegeltje staan en daar staat op, God vervult niet al onze wensen. Maar hij vervult wel al zijn beloftes. En dat, er zijn een paar bijbelteksten die heel belangrijk voor me geweest zijn. En daarin zie ik dat de belofte van toen, wat hij toen in de Bijbel deed, dat dat voor mij nu gewoon heel erg reëel en werkelijk is. En het is ook een houvast. Hè? Als je zelf geen woorden hebt om te bidden, dan ik wend me altijd naar Psalm 16 bijvoorbeeld. Hè? Behoed mij God, ik schuil bij u. En een lieflijk land is voor mij uitgemeten. En
ook die lieflijke plek die God belooft. En die heb ik ook echt gevonden, juist in deze periode van ziekte. Ja, ik vind het bijzonder dat je het zegt, als ik het probeer samen te vatten, hoor ik je zeggen, het zit hem niet altijd in gevoel, maar in de zekerheid van de belofte die God geeft, die je mag uitbidden, misschien ook mag uitzingen. Ja, of uittekenen in mijn geval. Uittekenen, ja. En het is een dagelijkse keuze om in die overgave te gaan en kiezen voor God. U belooft dit en u maakt het waar. Zelfs als ik het nog niet direct voel. Zelfs dan, ja. Ik denk dat ik namens iedereen hier spreek als ik zeg dat ik hoop dat je spoedig mag herstellen. Voorspoedig, denk ik altijd, ja. Samen met je man die hier ook is en met jullie vier kinderen. De Heer is met jullie. En we wensen je veel momenten met de Heere God toe. In zijn belofte en kracht. Dankjewel.